Hallo allemaal. De look die ik wil laten zien is een beetje geïnspireerd op de 20-jaren look. En hij is over de jaren steeds teruggekomen. Zo zag je hem in het begin bij de klassieke kapsels. Want ik ga ook laten zien hoe je een slag legt in de voorkant. En die komt eigenlijk over de jaren is die steeds teruggekomen. En hij zou ook prima thuis horen in de tijd van Marilyn Monroe. En tegenwoordig zie je dat wat andere sterren het ook weer oppikken, de stijl zoals Gwen Stefani. Oké, waar je mee begint is je lok nat maken en stop er lekker wat gel in. Omdat we de slag gaan laten opdrogen met de speldjes erin. Dus dan is het handig om het gel in te hebben. Dan zit hij gewoon veel steviger. Het is toch altijd een beetje een moeilijk iets omdat je tegen de haargroeirichting ingaat. Dus je haar wil eigenlijk de andere kant op. Dus daarom moet je het echt even dwingen met gel. Wat je moet doen is goed diep kammen zodat je al het haar pakt en niet alleen het haar aan de oppervlakte. Je gaat nu je eerste slag bepalen. Die wil je daar hebben. Dan heb je het net naar voren gekant. Nu gaat hij weer naar achter. Want dit wordt de plek waar je eerste slag komt. Je steekt de speld altijd min of meer in de binnenbocht. Ik kan het niet anders uitleggen. Kijk, en wat je doet, dan kam je dit haar weer naar achter. Je zet je hand weer op de plek waar je de nieuwe bocht wil hebben. En kamt het haar weer naar voren. Nu steek je het speldje er vanaf de voorkant in, want dat is nu de binnenbocht. Kijk, en zo zie je, en je mag hem best een beetje helpen, een beetje opduwen. Zorgen, zie je dat hij ietsje scherpere bochten krijgt. Nu heb ik hem naar achter gekamd, dus dan gaat hij hier weer naar voren. Zet ik mijn hand weer op de plek waar ik de bocht wil hebben. En gaat hij naar achter. Steek je weer de speld er van achter in. Zo. En die trek ik ietsje door. Zie je, zodat je goed die slag erin hebt. Dit hou ik nu over. Wat ik daarmee doe, is ik draai hem zo op, zodat hij een mooi einde krijgt, die lok. Anders dan heb je gewoon ineens een heel recht stukje en dat is vaak niet zo mooi. Dus op deze manier gaat de afwerking beter. Zie je, dus ik heb hem gewoon in een lus opgedraaid. Nou, dit is stap 1. We gaan hem nu helemaal laten drogen, volledig. Dus hij mag echt wat harder zijn. En dan gaan we verder met het kapsel afmaken. Dus tot zometeen. Zo, nu de slag erin zetten. Ik heb hem een beetje geholpen met een föhn. Dat kan je gewoon doen als je maar zorgt dat de föhn niet hard blaast. Want anders ga je natuurlijk allemaal zwevende haartjes maken. En dan is die niet strak meer. Wat je nu gaat doen, is je haar aan één kant heel strak kammen. Kijk, ik heb ook een vrij strakke scheiding gehouden. En nu ga je alles naar één kant kammen. Zo, dat mag echt strak worden. Hier moet je even heel goed oppassen dat je niet je slag raakt. Zo. En ik ga voor deze look niet met een elastiekje werken. Dat kan je wel doen als je dat zelf makkelijker vindt. Ik zorg gewoon dat ik al mijn haar zo glad mogelijk weg kan. Voel altijd even of je niet je kruin open hebt vallen nog. De meeste gaat op gevoel, anders kan je altijd even spieken met een spiegeltje. Zo. Wat ik dan doe, even draaien om het te laten zien. Ik heb mijn haar nu vast en ik draai dan even een beetje eraan. Ik draai er ook een beetje de pluk een beetje omheen. En dan ga ik hem even vastzetten. Ik steek er gewoon willekeurig spelden in rondom, zodat hij blijft zitten. Zie je, dan zit de staart, die zit. Je hebt hier al een strak weggekant, bovenop ook. En je werkt ook naar de kant van de slag toe, want dit wordt echt de kant waar je kapsel gaat opvallen. Zo. Dan gaan we nu door. Je kan hem op verschillende manieren doen. Je kan
alle plukjes draaien. En die ga ik eerst even laten zien. Dan draai je alle plukjes. Zo. Dan mogen ze dubbel, zodat ze in elkaar draaien. Zo. En dan ga je ze allemaal wegsteken, stuk voor stuk. Dat doe je dan met heel je staart. Als je alle plukjes draait, dan maakt het niet echt uit waar je ze plaatst. Zorg er gewoon voor dat ze goed strak zitten, zie je, zodat hij een beetje gaat inkronkelen. Trek hem er gewoon overheen en steek hem ergens vast. En zorg er een beetje voor dat de puntjes, de uiteindes, dat die er wel een beetje invallen. Je kan het wel wat los laten hangen, dus de piekjes laten uitsteken. Maar dan ga je hem wat moderner maken. En ik vind het eigenlijk zonde als je zo'n klassieke slag aan de voorkant hebt. Dus dan hou ik hem liever gewoon wat netjes. Dus je draait alle plukjes op. Nou, dit is de eerste manier die ik gedaan heb. Zoals jullie zien heb ik alle plukjes gedraaid. En eigenlijk zo stevig gedraaid dat ze in elkaar gaan kronkelen. Op deze manier heb je een hele klassieke knot. En dit is ook gewoon een hele stevige manier van je haar vaststeken. Ik ga jullie nu nog een andere manier laten zien. Dat is iets losser. En dat geeft eigenlijk de illusie dat je korter haar hebt dan dat je eigenlijk hebt. Nou ja, dit is de eerste look. En dan ga ik jullie nu de tweede uitleggen. Voor de tweede look heb ik een gedeelte van haar vastgestoken. En wat je dan doet, is je haar weer strak naar één kant kammen. En je doet daar even wat speldjes in, zodat hij strak blijft zitten. We gaan nu beginnen met de plukken die je hier hebt hangen. Wat we gaan doen, is eigenlijk een lus maken ervan. Dus je moet even goed hem uit laten hangen, totdat je bij je punten komt. Want je punten moeten er goed in. Kijk, nu heb je hem in een lus. Dan steek je binnenin, waar je vingers nog op je punten zitten, steek je het vast. En ik doe altijd twee spelden, beide in de tegenovergestelde richting en ik kruis ze ook iets. Dit gaat ook gewoon op gevoel, dus je moet voelen waar ze zitten. Op deze manier, doordat je ze kruist, glijden ze er niet uit. Dus dat is ideaal. Wat je eigenlijk doet, ik zal het even laten zien. Als je een speld hebt en die, steek je ze zo in, maar ze kruisen elkaar dus, daardoor gaan ze niet glijden. En ik heb het al vaker gezegd, het is heel belangrijk zorgen voor dat je professionele spelden hebt. Die zijn veel stugger, dus die glijden niet zo erg als de rest. Wat je gaat doen nu, je gaat kijken, zie je, ik heb het nu vastgestoken. En je ziet vanzelf wat er loskomt, die ga je ook vaststeken. Dat zijn je lagen en dat hou je altijd wel wat. Dus die ga je nu alsnog vaststeken. Zo, dit is stap 1. Nu gaat dit allemaal los. En hier ga je ook lussen van maken. En je zorgt ervoor dat die allemaal in deze richting komen. Je moet wel eventjes puzzelen dat niet je slag bedekt wordt, want die moet natuurlijk helemaal vrij blijven. Kijk, op deze manier leg je al je plukken vast. Dat doe je met al je haar, ook de plukken die ik hier heb. Je gaat alles opbouwen in lussen. Zorg ervoor dat het vrij grove lussen zijn, zodat je nog een beetje die illusie van los haar hebt. En steek alles vast. Als je de mogelijkheid hebt om een speldje over een ander speldje heen te schuiven, moet je dat gewoon doen. Dat maakt het extra stevig. En zo. Op zich is dit ook wel een snelle manier, afgezien van het slagleggen dan. Omdat je heel je haar in maar een paar plukken vastzet. Zo, alles zit nu. Zoals je ziet heb ik één kant helemaal strak gehouden en aan de andere kant alle lussen. Ik zal even een klein rondje draaien, zodat jullie dit alvast kunnen zien. Zoals je ziet is dit een kapsel van tegenstellingen. Aan één kant is eigenlijk helemaal niets te zien en aan de andere kant is er heel veel te zien. Zie je? Want de lussen vallen allemaal op elkaar. Waardoor je een heel klassiek uitstraling hebt, omdat het allemaal wel heel glad is weggestoken. Ik heb zelf nog een lintje in mijn haar verwerkt,
Dat is heel makkelijk. Koop een lintje of knip een lintje af. En steek er een schuifspeldje doorheen in het midden. En ik steek hem altijd in mijn nek vast onder het andere haar. Zodat je niet ziet waar die vandaan komt. Oké, wat we nu gaan doen. We gaan de lok loshalen. Zoals ik net al zei, zorg er wel voor dat hij goed droog is. Als je nou met speldjes wil slapen, dan kan dat ook met de slag. Alleen zorg er dan voor dat je tussen de schuifspeldjes en je haar een klein stukje wc-papier of iets zult, of keukenrol, om te voorkomen dat je een knik in het haar hebt. Kijk, want hier zie je hem een tikje. Zo. Deze lus wil ik erin houden. Want dat vind ik juist dat klassieke effect geven. Wat ik dan wel even doe, is hem zo wegsteken dat je het speldje niet meer ziet. En ik steek hem ook een tikje door de bovenkant van de lus heen. Zodat hij gedurende de dag niet kan gaan hangen. Anders is het ook vervelend. Dan moet je constant je haar in de gaten houden. Zo, ik heb nu de speldjes eruit gehaald. Ik heb de lus laten zitten, want dat vind ik juist wel een leuk effect geven. Zoals je ziet is de gel nu opgedroogd en zit mooi die slag erin. Ik begin altijd met een bocht naar voren. Dat vind ik mooier, omdat je dan hier op het hoogste punt van je wenkbrauw een bocht naar achter hebt. Waardoor ik vind dat hij dit effect van de wenkbrauw net een beetje vergroot. En dat vind ik wel heel mooi. Nou, zoals je ziet, twee stijlen, twee verschillende manieren om het slagleggen in te verwerken. Ik hoop dat jullie ze leuk vinden en tot snel!